De kruising Muntmeesterlaan en Muntweg zorgt regelmatig voor gevaarlijke situaties. De Fietsersbond vindt dat er aanpassingen aangebracht moeten worden aan deze verkeerssituatie. Woensdagavond gaat de Fietsersbond met de gemeente in overleg om de huidige kruising te bespreken. Kees Sporenberg is voorzitter van de Fietsersbond, afdeling Nijmegen. Er is een snelfietsroute van Beuningen naar Nijmegen en omgekeerd. Het woord veilig is niet van toepassing eigenlijk op deze locatie. En dat merk je dus ook aan het aantal ongevallen. Wat je hier ziet is dat de automobilisten, die hebben eigenlijk slecht zicht. Zeker als je van de Muntweg richting NXP rijdt, gaan ze dan mogelijk in de fout. Dus je moet dat zicht van die automobilisten verbeteren. Een tweede is dat de fietsers die fietsen op een heel mooi stuk asfalt. En dat neigt er naartoe dat zij dus niet naar links en rechts kijken. Verder is het zo dat bij deze kruising, als mensen van de Muntweg richting SNP rijden, die zien al die borden niet meer, want die zien alleen maar 50 meter verder de stoplichten en daar fixeren ze zich op. Dus met andere woorden, het is ook al de natuurlijke neiging van de automobilist die kant op om niet naar de fietsers te kijken, maar naar dat stoplicht. Hoe kom je tot een oplossing? Wat zou een mogelijke oplossingsrichting zijn? Is namelijk het verplaatsen van de oversteek iets meer richting de kruising van richting NXP, zeg maar eigenlijk. Waardoor de automobilisten beter zicht hebben. En een soort voorziening, waardoor de fietsers wat meer gedwongen worden om snelheid te minderen. Kijk, je hebt dus, iedereen roept altijd meteen heel hard stoplichten, maar dat is eigenlijk de meest radicale oplossing. En dan weet je zeker dat iedereen stopt. Maar dat is dus niet, dat wil je eigenlijk niet op een snelfietsroute. Want je wil eigenlijk dat mensen door kunnen fietsen. Verder is het zo dat dezelfde soort oversteek ligt eigenlijk bij de Hezelpoort. Als je dus langs de haven fietst, dan steek ik de Beurtse weg over. En er ligt eigenlijk dezelfde oplossing. Alleen daar gebeurt, en die is pas sinds een half jaar, maar daar is het gewoon heel erg veilig. Daar heeft een aantal automobilist heel goed zicht. En de fietser heeft ook niet zo'n hoge snelheid, want hij moet naderhand linksaf richting de Hezelpoort. Dus, en kijkt daardoor ook beter. En daardoor gebeurt daar in elk geval bijna geen ongelukken of geen ongelukken. Ik weet dat er is wel op dit moment al wat telefonisch contact met de gemeente voor een mogelijke afspraak. Maar wij hebben hier nog zeker nog niet met de gemeente over gesproken.